Gisteren op de website van Elsevier Weekblad. Pieter Omtzigt zou op het punt staan te breken met het CDA. Volgens parlementair verslaggever Erik Vrijsen voelt het zeer populaire Kamerlid zich nog altijd benadeeld en tegengewerkt door de partijleiding, vooral tijdens die leiderschapsverkiezing van vorig jaar. En mogelijk zal Omtzigt de komende dagen al uit de partij vertrekken. Siewert van Linden, jij hebt een prominente rol in het CDA. Je schreef mee aan het programma bijvoorbeeld, maar je kent Pieter Omtzigt ook goed. Heb jij nog toevallig hier contact met hem over gehad? Als je dat vraagt. Ik heb toevallig gisteravond inderdaad wel even geappt en gebeld van wat staat er op die website. En ze hebben niet met hem gesproken. Een goede journalist hoor, die het bracht, Erik Vrijsen. Maar Die hebben dit niet van Omtzigt zelf. En volgens mij wordt de soep ook niet zo heet gegeten als dat daar staat. Er was een gesprek, dat duurde even. Hij is oververmoeid. Dus dat werd op een gegeven moment ook afgebroken. That's all. Maar zoals ik hem sprak, hoe opgewekt hij was, heb ik niet het idee dat we komende dagen een vertrek van Omtzigt gaan maken. Want het zou natuurlijk, ik bedoel, nogmaals, jij zegt ook, Erik Vrijsen is een hele goede journalist. Die heeft verschillende bronnen gesproken. Het zou wel een ontzettende, een goed Nederlands bombshell zijn als dit gebeurt. Hè? Ja, maar ik denk dat er heel iets anders speelt. Er wordt gewoon een soort fluistercircuit op gang gebracht vanuit de tweede en de derde echelon van het CDA tegen Pieter Omtzigt. En een partijtop die moeite heeft om publiekelijk steun uit te spreken voor Omtzigt. En ik denk dat er gewoon heel snel korte metten mee moet worden gemaakt. Dit duurt nu al veel te lang. Maar als dat zo is, dit beschadigt hem onnodig en zet hem ook onnodig onder druk. Maar als dat zo is, als er zo'n fluistercampagne is, wie zou daar dan een eind aan moeten maken? Hoekstra of Van Rij, ja. Maar of Omtzigt zelf, want iedereen heeft het over Omtzigt. Waarom vertelt hij het verhaal niet een keer gewoon? Nou ja, zoals bekend zit hij ziek thuis. Hè? Dus, maar hij kan toch wel praten? Hij kan zeker praten, maar ik denk dat hij ook wel voorzichtig daarmee is om zeg maar op een hoge stresssituatie of in de Kamer of op tv daar uitleg over te geven. En dat is hem volgens mij ook gegund. Dat is ook wel gek. De Elsevier had deze week hoofdredactioneel. Laat hem even met rust, gun hem zijn privacy. En toen kwam dit, gisteren kwamen ze met dit. Erachteraan. Ja. Maar wat denk je, wat is de reden voor die fluistercampagne uit die tweede en derde echelon, zoals jij dat noemt? Nou, men wil regeren en men wil verder. En dat moet zonder hem? Nou ja, kennelijk bij een deel van die mensen is de inschatting dat het beter zonder hem kan. Ja, en uiteindelijk heeft hij natuurlijk wel een groot mandaat. Dus maak er nou eens een einde aan. Ik denk dat daar gewoon een keuze gemaakt moet worden. Heb je enig idee wanneer die wel, wat Yves zegt, wanneer die wel weer eens publiekelijk naar buiten treedt? Nee, heb ik geen idee van. Okay. Nou, we gaan het afwachten. Wens hem in ieder geval beterschap, Pieter Omtzigt, vanaf hier.